bientôt dans, sur les différentes étapes de ce plan A renforcé et intégral. Bien entendu, nous avons prévu plusieurs moments d'évaluation pour vérifier si nous sommes réellement sur la bonne voie. Je pense que ne pas avoir des moments d'évaluation, bah, ce serait imprudent à un moment dans lequel nous nous trouvons. En zoals altijd, wat we gedaan hebben het afgelopen jaar, bouwen we ook een safety net in, een backup van de backup. En gaan we natuurlijk nooit alleen maar op één spoor, houden we nog altijd iets achter de hand. En gaan we dus tegelijkertijd het FANC en mijn administratie verzoeken om toch te blijven kijken, te blijven analyseren en verslag op te maken wat betreft de bevoorradingszekerheid. En dus ook te gaan kijken welke stappen nog nodig zijn, kunnen zijn in het kader van het zogenaamde plan B. Is het nu een kernuitstap, een kernoverstap of een kerncontinuering? Het lijkt erop dat er vooral beslist is te beslissen in maart. Is het voor u bespreekbaar dat de jongste kerncentrales eventueel toch open blijven? We hebben een mechanisme om ervoor te zorgen dat we voldoende vervangingscapaciteit hebben. En voor het onwaarschijnlijke geval dat daar iets misgaat, hebben we ook een backup van de backup. En dan is het bespreekbaar? Dan zal er op dat moment gekeken worden wat de mogelijke opties zijn. Alle mogelijke opties worden dan bekeken, zoals ik altijd gezegd heb. Ook een nucleaire verlenging? De nucleaire verlenging op zich ligt niet op tafel. Hè? Maar er wordt toch een plan B onderzocht voor in het er probleem? Wordt in verder, het geval er een probleem is met plan er A? Er wordt verder gekeken, er wordt gevraagd aan het FANC om verder de analyse verder te zetten van wat zijn die stappen in dat plan B. Voor het geval als je op een bepaald moment vaststelt, namelijk op 18 maart, ja, we kunnen dat plan A, er is toch nog een klein... er is toch nog iets misgelopen. Ja, en dan... op die manier komt dat terug in het spel. Maar het en dan vandaag... kan er eventueel wel sprake zijn van een nucleaire verlenging in dat scenario, ja of nee? Wat we dan beslist hebben, is dat er gekeken wordt naar alle opties. Ook nucleaire verlenging? Als dat aan de orde is, want vandaag, vandaag hebben we een probleem op de centrale van Vilvoorde. Dat is op 850 megawatt, waar we vandaag wel hebben beslist. We vervangen dat door een andere capaciteit van 850 megawatt, niet door een nucleaire verlenging.